mensen die zonder beschermende middelen zwaar en gevaarlijk werk doen op schepen, maar ook mensen die in hele vieze, onhygiënische omstandigheden slapen, eten, situaties van onvoldoende voedsel aan boord, situaties van onvoldoende medische zorg. En zelfs verhalen van mensen die achtergelaten worden in verre orde en niet meer naar huis kunnen. Hoeveel hutten er moeten zijn, hoe groot die moeten zijn, of die wel of niet boven de waterspiegel of onder de waterspiegel mogen, de eisen aan geluid. Als je niet in dienst bent bij een reder, maar uitzendkracht bent of zelfstandige of stagiair of student of tijdelijk aan boord van een schip ander werk doet, dat je dan ook die bescherming in principe krijgt. Systeem van inspecties wereldwijd op naleving van het maritiem arbeidsverdrag. En dat heeft reëel geleid tot het bijvoorbeeld aan de ketting leggen van schepen, totdat de misstand is verholpen. Waar wij als maritieme vakbonden en havenvakbonden best wel heel trots op zijn, is dat we onze eigen ITF-inspecteurs wereldwijd hebben die misstanden aan boord van schepen kunnen opsporen en aanpakken. En dat die echt tanden hebben. Dat hier in Rotterdam kwam lossen en waar zwaar onderbetaald werd. Dat Filipijnse crew voor 3-4 euro per uur werkte. Echt beneden alle ook internationale normen die toch al niet zo hoog zijn. Een van onze ITF-inspecteurs hier in Nederland is die misstand op het spoor gekomen en heeft de collega's van de havenbedrijven in de benen gekregen om dat schip niet te lossen. Omdat mensen uit lage landen, Filipijnen bijvoorbeeld, vaak op tijdelijke contracten varen, ook als ze op Nederlandse schepen varen. Nou, dan is het dus geen overbodige luxe om te regelen, blijkt, dat je je loon gewoon ontvangt totdat je veilig weer thuis bent. Het is zeker dat het maritiem arbeidsverdrag bodems legt en bescherming biedt. De maritieme werkplek is toch nog wel een in essentie mannelijke werkplek, waar het voor vrouwelijke zeevarenden best een zware dobber kan zijn. Een wereld waarin homorechten ook niet vanzelf spreken. Het recht op een veilige werkplek, ook als het gaat om geweld op de werkplek, pesten, bullying en harassment noemen we dat dan internationaal, dat er wel wat harder in zou mogen.